Ik ben Lieke en vandaag loop ik een dagje mee op de Euromast en laat ik jou zien hoe het is om te werken op het icoon van Rotterdam. Euromast, goedemiddag, met Lieke van de Tas. Waar kan ik je mee helpen? Hallo, welkom. Kijk eens, heb ik hier uw tickets, alsjeblieft. En die van u. Oh. Tijdens de rit zitten blijven alstublieft en dan wens ik u heel veel plezier. De Euromast heeft maar liefst bijna 100 medewerkers in dienst, verspreid over diverse afdelingen. Zij zullen je nu gaan vertellen waarom ze het werken zo leuk vinden hier. En dan kan je ze meteen een klein beetje leren kennen. Ik vind het leuk om hier te werken, omdat er niks gaat boven een sluitdrankje met mijn collega's op 100 meter hoogte. En dit geweldige uitzicht. Ik vind het leuk om hier te werken, omdat we het icoon van Rotterdam zijn. Een prachtig uitzicht hebben. Daarnaast hebben we een echt familiegevoel. Ik vind het leuk om hier te werken, omdat het voor mij elke dag een nieuwe uitdaging is. Ik leer elke dag iets nieuws mee. Dus je verveelt eigenlijk nooit. We zijn een erkend leerbedrijf, dus we hebben verschillende leerlingen en stagiaires. Ik vind het leuk om op de Euromast te werken, omdat het echt een unieke locatie is. We hebben ontwikkelmogelijkheden, want intern is natuurlijk altijd genoeg kwaliteit om door te groeien. Ik vind het leuk om hier te werken, omdat ik mijn team kan motiveren om zich culinair te kunnen ontwikkelen. En zo hun bijdrage te doen op de nieuwe menukaart. En daarom denk ik dat het super tof is om hier te werken. En je merkt wel dat zij van personeelszaken is. Bedankt helemaal. Zoals je net zag is Chantal dus medewerker personeelszaken. En jij weet dus ook vast hoe mensen kunnen solliciteren. Dat klopt helemaal. Het is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar onze website www.euromast.nl. Je gaat naar vacatures en daar kun je reageren. Zien we jou snel op de Euromast? Jij onze nieuwe collega. Wacht even. Wat zijn jullie wachten? Sorry. Met mee maar even. Top. Top.